Zonder galerijen vol te bezichtigen, filter ik beelden die op me afkomen. Oriënterend door knusse paden. Impressies worden vertaald naar gedachten die ze plaatsen. Bij één beeld sta ik stil. Het kan niet anders. Het raakt me. Even voel ik niets anders dan de noodzaak dit goed in me op te nemen. Mijn eerste gevoel vraagt me of ik zeker weet waar ik naar kijk. Begrijp ik wat ik zie? Of is het anders bedoeld? Het dwingt me dit alles geboeid te aanschouwen. Maar de lichte waas buiten de kaders die ik tot me heb genomen, waarbinnen dit beeld zich rechtstreeks in me prent. Eromheen zie ik niets anders dan wat zich recht voor me naar binnen sleurt. Het heeft me gevangen. Het laat me niet meer gaan. Even vul ik in wat ik er zelf in zie. Wat het van me vraagt en wat het met me doet. Nog voor ik het beeld compleet heb opgeslagen om er later naar terug te kijken, krijg ik een ander inzicht. Het licht valt net even anders. Achter me passeert iemand me die me afleidt. Ik richt mijn blik terug op de kaders om geconcentreerd terug te halen waar ik zo dichtbij was. Een momentopname die ik onmogelijk kan terugvragen. Ik blijf achter met een herinnering aan een moment wat me nooit meer zal bevrijden. Om nooit meer in contact te komen met hetzelfde beeld bij dezelfde impressie.